daarna overnight anders, wat ook enorm de gemoederen bezig heeft gehouden. Maar vanavond zagen we Johan Derksen weer op het oude vertrouwde honk. Nou, in de loop van de middag werd bekend dat hij weer terug zou komen. Na alle ophef van afgelopen maandag. Je verwacht het niet. We hebben het allemaal gezien. Meer dan eens, denk ik, hoe hij opstond. En het leek voorgoed uit het decor van VI zou verdwijnen. Ik had er wel genoeg van. En ja, gisteren was hij er ook niet. En gisteren hadden wij op jouw plek, Bram, John de Bever zitten. Een van de beste vrienden van Johan Derksen. Die zei van, nou, morgen is hij er ook niet. Want dan heeft hij ook nog die operatie. Ja. En hij is echt wel heel erg boos. Nou, is er achter de schermen natuurlijk alles aan gedaan om de mannen weer bij elkaar te krijgen. De directeurtje, Marco Laurens, heeft zich daarvoor ingezet. John de Mol schijnt zich er nog mee bemoeid te hebben op verzoek van Johan Derksen. En een telefoongesprek gistermiddag al tussen Wilfred en Johan heeft de zaak heel erg in de stroomversnelling gebracht en opgehelderd. En daar zijn goede afspraken gemaakt. En zijn ook wel excuses aangeboden dat het niet zo op de spits gedreven had Wilfred moeten worden. Wilfred zei al een gesprek waarvan hij in ieder geval het gevoel had dat ze elkaar wat beter begrepen. Ja, en nou, dat begon natuurlijk moeizaam, zoals je je kan voorstellen. Ja. En dat duurde langer dan iemand voor mogelijk gehouden had. En wat was er dus vandaag? En die operatie. En Johan die dacht van, nou, dan ga ik vanavond toch maar. Ik rijd niet anderhalf uur hier naartoe om in de zeik genomen te worden door je eigen presentator. Ja. Maar dat is geen probleem. Ik ben er wel klaar mee, René. Waarom? Laten we de tering krijgen, gaan naar huis. Nee. Nee, ja, joh, lekker zitten, joh. Nee, ik denk er niet aan. Het is voor mij voorbij. Hè? Ik zit hier 26 jaar. En voor iedere uitzending stuur ik een lijstje met suggesties van onderwerpen naar de eindredactie. Dan stuit het mij geweldig tegen de borst dat Wilfred dat soort onderwerpen, serieuze onderwerpen, weglaat om zelf vier avonden lang te zeuren en te zaniken over zijn eigen kutliedje. Dat was ook een van mijn eisen. Wilfred komt nogal laat, ja. 2 minuten voor de uitzending, dus je kunt nooit even iets doorspreken. Dus hij moet gewoon eerder komen eigenlijk. John de Mol die zou het wel leuk vinden als hij iets eerder kwam, ja. Het is eigenlijk gewoon een redactievergadering zo meteen. Vanaf 8:30 gaan jullie met elkaar overleggen van wat er in de uitzending zal zitten. Zo gek zal het nooit worden. Een redactievergadering zo meteen, toch? Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Ik weet niet hoe Johan hem omschreven heeft. Dat was een afspraken, toch? Nee, jongens, maak dat niet zo serieus. Zoals ik het met Johan heb afgesproken, dat we een paar minuutjes heel kort even met z'n tweeën doornemen waar het over gaat. Weet je dat Wilfred 8:45 binnen was? Nou, dat is echt voor de eerste keer in 14 jaar. En ook hij is weer terug, dames en heren. Johan Derksen is er weer bij. Johan, mag ik je nog heel even vragen hoe je het hebt ervaren, deze terugkomst? Oh, niks bijzonders. Maar dat kunnen wij heel goed elkaar de hersens inslaan en een uur later een opname doen. En Wilfred heeft zich goed gedragen, goed aangehouden? Wilfred heeft zich keurig aan de afspraken gehouden, ja. Maar als hij de bokkenpruik op heeft, dan is er geen land met hem te bezeilen. En daar heb ik geen zin meer in. Ja, toch nog even een reactie hoor. Hoe vond je het, de uitzending? Ik vond hem wel weer heel veel aan het woord, hoor, moet ik zeggen. Ja, maar hij mocht eindelijk zijn onderwerpen behandelen. Ah, je gaat dan wel nergens over, joh. Nee, je was prima programmaatje, joh. Zoals het altijd gaat. Nou, dat was volgens mij een leuke uitzending. Hij altijd met die verkleinwoordjes, hè? Programmaatje, de mensjes. Ja, daar gaat het allemaal over. Kijk, Nou ja, kijk hoe lang het duurt. Dat is echt een grote vraag. Ik heb ergens gehoord of gelezen dat er een soort protocol is opgesteld nu door bemiddeling van het directeurtje. Ja, daar wist Wilfred geloof ik alweer niks van vanavond. Dus we gaan het wel afwachten. Volgens René zal het dit jaar wel goed gaan en verwacht hij voor het einde in mei of juni, wanneer is dat eindelijk, dan dat er nog wel 2 of 3 keer zal clashen. En dat verwacht ik eigenlijk dit jaar ook is natuurlijk nog maar een maandje. Dan begint natuurlijk al de winterstop, de kerststop. Ja, nou zeg je maar al de winterstop. Maar wij hebben wel zo'n redactievergaderingetje. En ik moet zeggen, wij hebben nooit ruzie. We hebben nooit ruzie. Nee, maar het is een ruzietje. Ja, ruzietje. Ja. Maar je merkt wel dat ze sneller gepikeerd zijn en sneller pissed off zijn op elkaar naarmate de tijd voor. Dat merk je dat echt. Weet je. Er is natuurlijk wel echt iets gebeurd in die verstandhouding. Ja. Dus het is steeds moeilijker om het allemaal een beetje... Ja. Ze kunnen minder hebben van elkaar, dat is wel duidelijk. Ja, ik zag je enorm knikken bij toen het ging over... Ja, als hij de bokkenpruik op heeft, dan... Nou, was maar nat. Nee, ik mag hem heel graag. Dus geen kwaad woord. Maar ik bedoel, als hij even zo zin heeft om te sarren, dan kan hij dat natuurlijk ook echt doen. Dan kan hij wel het bloed onder. En hij weet precies hoe die Derksen moet pakken, natuurlijk. Dat ze drie zulke verschillende mannen zijn, dat is zowel hun kracht als hun zwakte. En het gevaar natuurlijk ook. Maar ze hoeven ook geen vrienden te zijn als ze maar gewoon een beetje beschaafd kunnen blijven dat anderhalf uur op tv, toch?